Hoi, leuk dat je kijkt naar deze extra video. Ik ga vandaag samen met Kitty de 5 Minute No Mirror Makeup Challenge opnemen. We zitten er al helemaal klaar voor. Ik ga wel even beginnen. We gaan beginnen even ons gezicht helemaal schoonmaken. Dat we helemaal fris beginnen. Dan ga ik het schermpje van de camera naar beneden doen. Dat we natuurlijk ook daar niks meer in zien. De wekker zetten en dan gaan wij kijken hoe ver we gaan komen. We zitten er helemaal klaar voor. Ik heb de timer echt op 5 minuten gezet. En zodra ik hem ga starten, gaan wij dus echt proberen om in 5 minuten een zo goed mogelijke make-up op ons gezicht te krijgen. We hebben wel alles al uitgestald. Alleen we hebben een paar dingetjes die we niet twee keer hadden. Trouwens, dat was... Oh ja, dit, dit en die. Dat is het enige wat we wel echt moeten delen. En we gaan het zien, want deze willen we dus allebei als eerst. Maar die mag Kitty, ik begin wel even met een ander stukje. En ja, we gaan het proberen. Daar gaan we. Ben je klaar voor? Mm-hmm. 3, 2, 1, go! Oh, dit gaat echt heel erg goed. Oh, jij zei met dat achterkantje toch? Ja, dan kan ik uithalen. Ik ga gewoon vast proberen mijn BB-cream te doen. Ik gebruik altijd BB-cream in plaats van foundation. Joh, ik gebruik helemaal geen foundation, dus ik doe maar wat. 5 minuten gaat echt snel. Dus, ik weet niet eens waar je concealer allemaal aanbrengen, dus ik denk onder je ogen zo. Oh, je slechte plekken. Oh, je slechte plekken. Oh, dat zijn mijn neus ook, denk ik. Ja, maar ik ga hem alleen onder mijn ogen zo aanbrengen. Volgens mij zit het erin. Er zit hem niet echt overal. Ja. Oh, hilarisch. Ik voel hem weglopen. Hij loopt er helemaal oog in. Dat is veel hoor. Oh. Ja, twee lagen. Oh, volgens mij ben ik uitgeschoten.
Valt mij wel mee. Nee, haar zit erin vast. En daaronder moet je lukken? Ja, wat je wil natuurlijk. Kijk. Tijd! Oké, we hebben een beroep. Het is niet zo raar. Oh, het is, nee, ik vind bij jou ook wel meevallen. Het is niet... Even uit. Ik ga mijn telefoon erbij pakken. Jij ook? Kunnen we allebei kijken naar hoe we het gedaan hebben? Oké. Okay. Oh, dit is echt heel erg. Echt heel erg. Ja, dat is een goeie. Lijkt net Sarah mij heeft opgemaakt. De lipstift valt wel mee, dat is iets ongelijk, maar... Die eyeliner... En lijkt net hoe noem je zo iemand? Zo'n travestiet. Nee, gewoon zo'n man die zo omkleed als vrouw. Een travestiet. Ja. Nee, echt zo'n drama. Zo'n drag queen. Drag queen, ja. Ja. Ja, dat heeft wel een beetje iets drag queens. Ik zal ons allebei even van dichtbij laten zien en dan kunnen jullie hieronder stemmen. Heb ik dus gewonnen of heeft Kitty gewonnen? Wie vinden jullie dat het best gedaan heeft? Even in op mijn eigen challenge video, want ik had hem net afgesloten en toen bedacht ik me dat het hilarisch natuurlijk is als je dit thuis probeert. Maak dan even een leuke foto, zet hem in je Instagram stories en tag mij even, mama op hakken, dan kan ik al die foto's zien en dan doe ik de leukste, de leukste foto's doe ik allemaal reposten. Ik ben wel heel erg benieuwd wie dit ook gaat doen en hoe jullie er dan uitzien. Ik ben heel benieuwd wat jullie vinden, dus laat vooral die reactie hieronder achter. Dan wil ik je bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal en een duimpje achter te laten. En dan hoop ik je de volgende vlog of video weer te zien. Doei doei!